van. Ik heb nog zwaar in de schuur staan aan vleesjes. Maar er zit nog een dop op. Ja. Ja. De eerste vraag was ook anders. Okay. Stel, er komt maar een paar keer per dag water uit de kraan in verband met de droogte. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, dan hebben we het goed verpest hier in Nederland. Het is een milieukwestie. En nou ja, ik vind dat je dan zuinig moet doen met water. Ik doe al heel erg zuinig met water. En ja, als het niet anders kan, dan ja, hou ik me daar aan. Okay. Dat vind ik echt heel lastig. Ik snap niet waarom ze dat... Waar is het goed voor? Ja, dat is heel moeilijk. Dan moet je ook heel veel water gaan kopen in winkels. En dan gaat dat weer allemaal uitverkocht worden, denk ik. Plastic. Ja. Dus nee, dat lijkt me niet fijn, nee. Okay. Ja, dat vind ik een goede... Dat vind ik eigenlijk wel goed. Laat de mensen maar een beetje zuiniger zijn. Ik zie de laatste tijd ook nog wel dat het wel veel geregend heeft en dat er toch nog mensen s'avonds in de tuin zijn. Die moeten de planten nog sproeien, die denken dat ze allemaal doorgaan. Maar dat denk ik niet. Dit is wel een goede zaak, laten we maar een beetje zuinig aan doen. Stel, het is een hele droge zomer en het water is op rantsoen. Ja. Wat vindt u daarvan? Dat zou ik heel vervelend vinden, vooral voor echt dingen waar je fris leidingwater voor nodig hebt. Maar ik heb een grote regenton van 350 liter, dus voor gewone klusjes als schoonmaker, daar red ik me wel mee. En bij langdurige droogte? Ja, langdurige droogte wordt natuurlijk moeilijker. Ja, het zou heel naar zijn, maar ja, dan moeten we maar niet het water over ons gazonnetje uitsproeien. Daar ben ik niet blij mee. Want? Dan kan ik geen koffie zetten. Ja. En dan pak ik iets uit de koelkast. Probleem opgelost? Ja. Maar het zou niet erg handig zijn, weinig water. En hoe kijk jij daar tegenaan? Is wel een goede oplossing om dan ieder stuk een bepaald uur te doen. Want je kan ook gewoon in de winkel water kopen. Dus dat... Ik heb een grote emmer en die vul ik bij en dat is alles wat ik doe. En planten die dat nodig hebben, die staan bij mij op droogschalen. Dan gaat het ook goed, maar je hoeft niet zoveel... Nee, en dat is helaas. En dat weten wij ook in tijden van droogte. Je moet niet je tuin sproeien, je moet geen kinderbad vullen met ik weet niet hoeveel tientallen liters water en dat soort dingen. Hè? Ja, als er niet meer water is, dan zul je daar moeten houden.